Er was zo'n 100 jaar geleden een jonge groep studenten. Die waren toen toch niet tevreden, die zochten meer momenten om samen lekker nerds te zijn. En weg was hun chagrijn. Wie liet de Leidse fles zo plotseling ontstaan? Wie heeft dat gedaan? Wie liet dat toestaan? Paul Erevest is onze held, dat is je niet ontgaan. Hij liet de Leidse fles zo plotseling ontstaan. Is het toch fijn om hier te zijn? Lekker met de flessers studie, lekker met de flessers breinpijn, lekker met de flessers huiswerk. Neons krijg je nog lang niet klein. Lekker met de flessers reizen, lekker even alles aan de kant. Lekker met de flessers lezen, niets aan de hand. Lekker met de flessers. Lekker met de flessers. Lekker met de flessen. Congresje, lekker met de flessen. Lekker met de flessen. Succesje, lekker met de flessen. De beste.